vrijheid voor vluchtelingen. I believe that everybody has the right to have medical and everybody has the right to have shelter. Everybody has the right to have food. You're sleeping in your bed, you're happy, you're smiling, you're watching your TV. Well, some people are frustrated in the camp. Some people are trying to commit suicide and stuff. It's time that people wake up and see that people are suffering around them. So my brothers, thank you very much for coming here today and raising your voice. And I really, really, really appreciate this. And it's an emotional feeling. I have an emotional feeling today. I never thought that this will happen one day. But I'm very, very thankful that you came here. Thank you very much, my brothers. Vandaag is een debat in de Tweede Kamer over terugkeer, detentie, opvang van vluchtelingen. En de groepen die vluchtelingen die in Ter Apel hebben gedemonstreerd in de tentenkamp, die hebben daarna opvang gekregen. En al deze mensen willen ze weer op straat gaan zijn. En buiten dat gaat er ook gepraat worden over de groepen die in Amsterdam en Den Haag zijn. Daar moet zo snel wat oplossing komen. Deze mensen staan al jaren op straat, zijn totaal rechteloos. We kunnen niet terug naar het land waar ze vandaan komen, maar ook hier worden de mensenrechten genegeerd. Dus ja, daar moet snel wat oplossing komen, daarom zijn we hier vandaag. Ik heb die lijkt op het debat. Het leeft al in de politiek, maar ja, politiek is politiek. Het is veel praten, weinig doen. Ja, dat hangt toch een beetje rond de PvdA of de oplossing. Ja, en die zitten nu met de VVD in het kabinet, dus ze zijn erg bang om oplossingen te krijgen. Ja, laat zich eigenlijk een beetje domineren door de VVD op dit stand. Deze mensen kunnen ook niet terug, hè? Dat is lastig, maar deze mensen kunnen niet de mensenrechten halen in het land waar ze vandaan komen. Hier kunnen ze mensenrechten niet krijgen, maar ze kunnen ook door het Dublin-akkoord niet naar een ander land. Dus is het niet tijd dat er voor deze mensen ook een oplossing gaat komen, die structureel wordt? We hebben één ding waar we aan werken, maar dat gaat deze mensen allemaal ongeveer veel te lang duren, dat weet ik. Maar we gaan een buitenschuldcriterium herzien. Ja, dat is niet onbelangrijk, want dat is eigenlijk uiteindelijk het enige op basis waarvan je... Als je eigenlijk hier niet mag zijn op basis van het schrijven bijvoorbeeld met helder, maar je kunt ook niet terug om welke reden dan ook. Dan is er dus maar één oplossing en dat is via het buitenschuldcriterium. Is het ook niet een oplossing zoals bijvoorbeeld de collega van de PvdA Den Haag zegt, moet er niet een generaal pardon komen voor deze mensen? Want deze mensen zitten hier al zo lang. Ik kan geen generaal pardon voorzien voor mensen die zo divers is. Wat deze mensen gemeen hebben is dat ze allemaal niet terug kunnen. En dat ze hier al jaren zijn. En op een gegeven moment moet je dan ook zeggen... Dat laatste zou kunnen, dat hebben we vorige keer ook gedaan, maar dan moet je zeggen 10 jaar. Of zoiets. En niet anderhalf. Jij weet net zo goed als ik, als je de jaartermijn niet op 10 zet, als je op 3 zet, dan is het einde. Dan is het einde. Nee, maar dat is waar, want het is een bepaalde groep die niet terug kan. Die in deze situatie zit. Het is ook een hele grote groep die op het moment dat je die regeling op deze manier opent, en er geen buitenschuldcriterium of zo komt, dan staan hier binnenkort 4000 mensen. Ik geef ze allemaal gelijk. Ik geef ze allemaal gelijk dat ze hier gaan staan. Het gaat om een aantal duizend mensen. Maar wat is dat op de bevolking van Nederland? Ik denk dat zoveel mensen hier ook weggaan door het rechtse beleid wat er hier heert. Nee, zo werkt het niet. Ja, dat denk ik wel. Bovendien gaan de andere mensen weg dan dat er binnenkomen. Er moet uiteindelijk. We hebben vluchtelingenwetgeving. Daar mag je niet mee marchanderen. Nee, maar die loopt vast. Die wetgeving loopt vast. Want er wordt nu consequent worden mensen op straat gezet en dat is onderdeel van het beleid. Hoe kan de PvdA dat buiten worden? Het buitenschuldcriterium. Want dat is eigenlijk het enige. Maar wat kan is het buitenschuldcriterium. Omdat dat het. We zijn het erover eens dat je niet aan de vluchtelingenwetgeving. Maar dan zou er nog steeds redenen kunnen zijn waarom je hier wel mag blijven. De enige reden waarom dat is dat je niet terug kan. Als je wel terug kan, moet je ook terug. Maar deze mensen kunnen niet. Als we dat kunnen aantonen en we kunnen dat op een normale manier met elkaar afspraken over maken, is ook niet eenvoudig. Want het is eenvoudig. Het is makkelijk om te zeggen dat je niet terug kunt. Dus dan moet je dan wel redelijk strenge criteria, maar niet onmenselijk strenge criteria. Nou, dat is nu het buitenschuldcriterium is eigenlijk nauwelijks aan te voeren. Ja, daar gaan we naar kijken. Op een andere manier gaan we dat inrichten en dan gaan we het eruit. Jongens,
Nou, buiten schuld, mag ik even één heel kort even zeggen? Heb ik ook gevraagd, hè? Want bij schuld krijg je niet zo makkelijk. Is nu bijna onmogelijk. Gaan we opnieuw naar kijken. Ja, maar hoe ver wordt dat opgereikt? Dat er dan 10 mensen bij kunnen komen? Het gaat maar niet om de aantallen. Nee. Het gaat maar om de humane criteria. Ja, maar het is op een moment zo dat deze mensen zitten al jaren te wachten. Die staan op straat. Dan moet er direct gehandeld worden. Nee. Dan zou de politiek moeten zeggen, we doen hier iets aan. Want er zijn nu heel veel mensen die zijn teruggestuurd en die zijn weer terug naar Nederland gestuurd. Omdat die niet erkend worden. Er vangen mensen ook. Er wordt van alles gedaan. Ik kan niet als politicus elk geval zelf opvangen. Dat lukt niet. Dus we doen ons best om ervoor te zorgen dat er humaan beleid ontstaat. En een belangrijke sluipel op dit moment is buiten schuld. Ja, met 950 euro is nog niet makkelijk om het te krijgen. Voor deze mensen toch geen moe uit. Nee, maar dat is het verschil. Nou, dat maakt voor heel veel mensen, maakt mensen heel veel. Dat is een criminalisering van vluchtelingen. Nee, is geen en waarom werkt de PvdA daaraan mee? Omdat we met elkaar afspraken hebben gemaakt waardoor er gisteren 800 kinderen met hun gezin hier mogen blijven. Ja? Die afspraak, daar ben ik heel trots op. Daar ben je heel trots op. Maar deze mensen die mogen dan verder lekker op straat nee, blijven tuurlijk zitten. Nee, natuurlijk niet. En ik ga door om andere mensen daar... Je kan toch niet meer kinderpardon ik werk elke dag. Ik koop niks af. Klinkt het zo? Klinkt 800 gezinnen zo? Afkopen? Ik vraag je over deze situatie. Nee, klinkt dat als afkopen? Nee, 800 gezinnen. Ik heb hier staan huilen op het plein om die 800 gezinnen. Ja? En daar heb ik voor gevochten. Ja. Elke dag opnieuw. Ja. En dat laat ik me niet zeggen. Deze jongen en voor deze jongen vecht ik ook. En voor deze jongen vecht ik ook. Heb nou een beetje geduld. We werken eraan. Geduld. Deze mensen staan jaren op straat. Zet je er hard voor in. Kom op. Kijk, 950 voor...